René, goedemorgen. Het is weer tijd voor een film deze woensdag. Ik dacht eigenlijk dat ik volgende week pas was. Dus ik keek van de week even op onze Dare vlogs. En zag dat jij natuurlijk de laatste had gedaan over Doctor Strange. Dus gisteren viel bij mij ineens een kwartje. Ik moet vandaag een film maken. Voor de kerst zitten, moet er bij huizen de ruiten nogal wat gebeuren. En een van die dingen is dat ik kerstinkopen moet doen. En kerstinkopen betekent voor mij gewoon heel hard zoeken naar wat zou Vief leuk vinden. Natuurlijk stond onze twee weken ook in het teken van totaal andere dingen, namelijk het afzwemmen van Rachel. Eindelijk. Na 4 jaar mocht onze kleine meid afzwemmen. Afzwemmen voor de A, niet voor de rest, alleen voor A. Ze moest afzwemmen op een zaterdagmiddag. Dus ik mocht in de tussentijd even weg van mijn werk. Maar de zondag daarna, 9:30, half uurtje later dan normaal, moest ze weer in het zwembad zijn voor het vervolg, namelijk de B. De B-diploma. We zijn maar gelijk doorgegaan, niet met afzwemmen natuurlijk, maar gewoon oefenen. Oefenen voor de B. A en B, dat zijn een must diploma, vinden wij. En wat er nog wat dingetjes, natuurlijk de Sint. Wie kan hem vergeten? De Sint. Nou gelooft Dragon niet meer in Sinterklaas, dus we hebben het klein gehouden. Weet je wel, anders is zij wellicht de enige die niet aan Sinterklaas doet. Vief en ik houden gewoon eenmaal meer van de kerst. Dus daar willen wij wat meer aandacht aan besteden dan aan de Sint. En ik heb met mijn broertje nog iets gedaan. Ik denk dat je weet hoe de kamer van Rachel eruit zag toen wij hem net hebben verbouwd. De bed stond hier. En hier op de muur zat een hele grote schildering die ik erop had gemaakt. Nou, die schildering die zit er natuurlijk nog steeds wel. Alleen we hebben het bed verplaatst. Rachel de bed staat nu hier. Omdat ze dan hier waar ik nu sta enorm veel ruimte krijgt. En enorm veel licht. En we kunnen gewoon bij het raampje. En we kunnen gewoon bij de verwarming. En dat kon allemaal niet, want hier stond een bed. Er stond alleen maar een bed om de tekening aan deze kant niet in de war te schoppen. Maar ja, dit is toch gewoon praktischer. Dat bed, dat kan je niet zomaar draaien. Want de overmaatse hoek of de diameter of hoe je het ook noemen wil van dat bed is langer dan de breedte van de kamer. Dus moest het uit elkaar in 3 stukken. Hier, er moet ook nog een achterplaat af. Ik dacht daar echt super lang mee bezig te zijn. Dus ik had mijn broertje gevraagd van, joh, wil jij komen helpen met dat bed uit elkaar halen, want het moet gedraaid. Nou, hij kwam, 20 minuten later stond het daar. En natuurlijk, omdat Viv en ik gewoon meer van de kerst houden, staat er al een kerstboom met lampjes en sterretjes en ballen. Alles wat een kerstboom nodig heeft. De Sint is nog het land niet uit of de boom staat al.